Welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn Ali en Nelly en wij zijn onderweg naar Arnhem, naar de Adelatenhoeve. Nee, fout. Oh. Wij zijn onderweg naar een B&B. Ja, voor het eerst in een B&B. Ja, dit zijn jullie natuurlijk niet gewend van ons, want wij zijn eigenlijk altijd op pad met onze tapcaravan, met ons eitje. Maar wij zijn nu eigenlijk spontaan een nachtje weg. Heel spontaan. Hebben we heel spontaan geboekt. Het is een uur geleden geboekt. En we hebben maar 2 dagjes vrij, dus we kunnen ook niet met de caravan. En dat is eigenlijk geen doel. Dus vandaar is dit... Ik heb er zin in. Ik heb er mega veel zin in. En deze B&B is ook wel bijzonder. Want hij is gebouwd in 1941 en het was voornamelijk een hangar in de Duitse, of in de oorlog. De Duitsers hebben dat gebouwd. Dus de muren zijn heel dik. Heb ik net allemaal gelezen hoor. Want weet zij veel. Ja, ik heb me even ingelezen natuurlijk. Nou, ik hang aan je lippen. Nou, de muren zijn heel dik en 60 centimeter. En er zit een stalen luiken voor de ramen. Dus het was een hangar. Maar het werd eigenlijk gecamoufleerd als een boerderij. Dus als je het zo vanaf de buitenkant zag, dan dacht je, oh, het is een boerderij. Het staat heel goed aangeschreven. We zijn er eigenlijk een beetje via mijn moeder, via mijn ouders aangekomen. Mijn ouders zijn ook onderweg naar de B&B. Ja, dit is en ook die weten niet dat wij eraan komen. Nee. Dat is echt een hele grote verrassing. Ja, we wisten het zelf ook nog niet vanochtend. Nee, ook niet. We hebben vorige week, zei mijn moeder wel, had ik zo opgegooid van, nou, we kunnen wel meegaan. Oh, leuk, zegt ze. Maar wij hebben maar 2 dagjes vrij. En de B&B was eigenlijk per 2 nachten te boeken. Dus dat, nou ja, dat kon niet. En nu keek jij vanmorgen. En nu stond hij op de website van Booking ook voor 1 nachtje. Ja. En dat was de hele tijd niet. En dat hebben wel meer B&B's. Maar waarschijnlijk waren er kamers over of zo, weet ik het. En hebben ze, omdat ze niet ingevuld werden, hebben ze gedacht van nou, we zetten ze er ook voor 1 nacht op. Ik weet niet hoe dat werkt, maar dat denk ik. Dus wij gaan mijn ouders verrassen. Ja. We hebben wel gezegd, zullen wij vanavond lekker met jullie gaan eten? Dan komen wij naar Arnhem toe en dan gaan we lekker met jullie eten. Dus ze verwachten ons eigenlijk om 7:30 en ze weten dus niet dat wij daar ook slapen. Ja, nou, vanochtend hebben we nog even koffie gedronken met ze en ze eventjes uitgezwaaid natuurlijk. Doei! Maar ja, toen wisten we ook nog niet dat we gingen, maar toen waren zij de deur uit en toen zei ik tegen Nel, nou, misschien is het toch wel, ik zat nog even te kijken zo voor de grap. En toen konden we wel 1 nacht. Toen zeg ik, nou, het is dan eigenlijk toch wel leuk als we wel gaan. Ja, maar toen hadden we net een luxe restaurant geboekt. Dat had jij net geboekt. En toen zeg ik, nee, hebben we voor dat dineren al wat vastgezet. Ja, wij zouden dus met z'n tweetjes eventjes gaan dineren. Maar nu maar gaan we ook dineren. Maar dat hebben we kunnen cancelen, gelukkig nog. Dus alles is, nou, toen ik vanmorgen wakker werd, had ik niet verwacht dat ik hier nu zou rijden. Nee, maar dat is het wel, dat maakt het wel extra leuk. En ik ben heel benieuwd naar het gezicht van je ouders. Want ik denk zomaar, want zij zijn nu eventjes ergens anders naartoe voordat ze inchecken. Als het goed is, zijn wij er dan al. En dan, misschien zien ze onze auto, misschien valt het er niet eens op. Lijkt het mij leuk als wij gewoon even aankloppen op de ruit, want het is een studio. En dat wij dan zeggen, hi, wij zijn er ook. Dat. Zitten mijn ouders ook in de studio? Ja, misschien zitten we wel naast elkaar. Kijk. Maar wij gaan dit natuurlijk vastleggen. Ja. Ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is, want de ouders van Nelly die... hebben niet gevraagd om op YouTube te verschijnen. Nee, dus die gaan we ook niet filmen. Dus misschien kunnen we een beetje met sfeerbeelden laten zien van wat wij aan het doen zijn. Dus het wordt misschien een iets andere vlog dan dat jullie gewend zijn van ons. We kunnen niet alles filmen, maar we gaan ons best doen. We gaan sowieso de kamer eventjes goed laten zien natuurlijk, want dat kan wel. En we zien het wel. We gaan gewoon nu een andere invulling geven aan onze vakantie. We hebben een trip. We hebben een kamer met een king size bed, toch? Ja. Het moet een heel groot bed zijn, dat zou mij benieuwen. En er zijn ook nog wel wat
hoe zeg je dat? In die kamer zijn er ook nog wel wat overblijfselen van de boerderij. Dus misschien een voerbak of daar komt je ontbijt in. Wordt krijg je ontbijt een voerbak. Ja, wordt er zo ingegooid. Ik denk het ook. Ja, dat. Nou ja, wij zijn onderweg. Nog 29 minuten. Ik ben aan het rijden. Ja, dat is ook een keer wat... nooit. Ja, nee. Nou, ik vind het heel leuk om te rijden. Dus ik verveel me echt stierlijk hiernaast. Ja, ik zeg... pak je e-reader, maar dan wordt ze misselijk. Nou ja. Nee, dit dus, is, ja. Maar jij had ook mogen rijden. Maar dat is ook de reden waarom ik altijd aan het rijden ben. Ja, want die vraag krijgen wij ook vaak. Ja, waarom rijdt maar, Ali altijd? Heeft Nelly wel een rijbewijs? Oh ja, Nelly heeft geen rijbewijs. Ja. Nee, maar ik vind het niet erg om daar te zitten. Ik kan heel goed chill zitten en... Ja, en Ali heeft er wat meer moeite mee, dus ja, automatisch rij jij altijd. Ja, maar ja. Nu is het een keer anders. Nu dacht ik van... ik laat hem een keer rijden, maar ja, of ik er nou echt van geniet. We zijn er bijna. Nog 1 minuut, 600 meter. Dan gaan we hier naar rechts toe. Ik heb gelezen dat het ook echt midden in het bos ligt. Petersburg lotjes. Ja, er zijn ook lotjes te huur bij deze. Het is een buitenplaats. En we gaan trouwens naar B&B de Adelaardhoeve. Dat hebben we volgens mij net niet gezegd. Adelaard. Ja, Adelaard. Oh, dit is wel prachtig hoor. Het ligt echt midden in een bos, joh. Kijk dan. Heel mooi. Volgens mij is het hier aan onze linkerhand, of niet? Dit is het. Ja. Ja, kijk, dit is dus een boerderij. Of in ieder geval, ja, nou ja, dat heb ik net uitgelegd. Het ziet eruit als een boerderij. Maar vroeger was dat dus waarschijnlijk de ingang. Dat. De ingang voor de vliegtuigen. Oh, ja. Best wel bizar. Ja. En het is nu trouwens een rijksmonument. Huh? Oké. Nou, we gaan inchecken. Gaan eerst inchecken in een B&B. Dan ben je zo oud en dan zit je voor het eerst in een B&B. Ja. Apart. Het is wel lekker stil. Het is hier heerlijk. Logies, ontbijt, Adelaardhoeve. Ja, dit is denk ik de ingang. Wat is dit? Een restaurant? Of ga je dan hier ontbijten? Hi! Hallo. Komen jullie gaan? Ja, ja, kunnen wij wel inchecken? Ik ga even voor jullie kijken. Oké. Hadden jullie een plekje hier op de Adelaardhoeve? Ja. Oké. Wij gaan heel snel weer terug. We zijn net ingecheckt. We hebben een supermooie kamer. Ziet er echt heel leuk echt uit. Geweldig. Maar wij gaan onze auto verstoppen. Ja. En, we mogen de auto eventjes parkeren bij de lodges. Ja, dat is rechts daarin. Ja. Ja. En dan de weg volgen en kunnen we op 11, 12 of 13 of 14 of zo konden we parkeren. Dus dat gaan wij nu doen voordat mijn ouders aankomen. Ik hoop dat het goed gaat. Zo, onze auto staat verdekt opgesteld op een parkeerterreintje bij de lodges. Misschien is het ook wel even leuk om die lodges te bekijken, ja, toch? Maar ja, zitten er geen mensen in? Geen idee, maar we gaan even kijken hier. Het ziet er wel heel gezellig uit zo met die lichtjes. Wauw. Kijk even. Ja, ik had dit wel gezien op internet. Dit is ook super. Ja, dit lijkt me echt geweldig hier. Zit je echt midden in de natuur. Ja. Het heeft ook wel... maar ook het stijltje. Ja, maar het heeft ook wel weg van dat kube. Ja. Wauw. Mega. Ja, dit is echt gaaf. Oh, ik ga ook een beetje de inrichting zien. Ja, dit is gewoon echt zo'n boshuisje. Een boslodge. Superleuk. Heel gaaf dit.
Oké, nou, onze kamers zitten tegenover elkaar. Ook zo bijzonder. De deuropeningen zitten tegenover elkaar. Dus wij hadden bedacht... Oh, dit is een Mini Cooper. Ja, ik dacht een witte auto, dat zijn ze. Ja. Het zou zomaar kunnen, hè, dat ze nu aankomen rijden. Maar wij hadden dus bedacht, wij gaan nu eventjes de kamer laten zien aan jullie. En misschien even een koffietje doen of zo. Ja. En even een spulletje uitpakken en zo. En dan denk ik zomaar dat jouw ouders er zo wel aankomen. En dan gaan ze inchecken natuurlijk. En dan gaan wij gewoon aankloppen. Maar die eigenaresse vond het ook heel leuk. Die zat al helemaal te verzinnen waar wij onze auto moesten parkeren en zo. En nou ja. Nou, trouwens, het welkom was... Ja, we hadden een heel warm welkom. Ja. Echt hele vriendelijke mensen. Heel leuk. Ja. Heel enthousiast en vriendelijk behulpzaam. Dus het welkom is al goed. Heb jij die kamersleutel? Dat vind ik ook heel belangrijk. Even kijken. Oh ja. Ja, kijk. Onze sleutel. Ja. Nou, dit is onze ingang. En de ouders van Nelly komen hier. Dus dat is superleuk. Dat is heel bijzonder. Nou, en dan gaan wij even een roomtour geven. Kom binnen. Het is hier gezellig en warm. Ja. Tada! Ons bed. Ons king size bed. Ja. Oké. Ja, volgens mij is het gewone maat. Maar dat maakt niet uit. Dat is prima. Nou, wat hebben we hier? Waarom wil ik dit nu weten? Maar even serieus, waarom ga jij... Begin jij bij dit kastje? Oh, het is een kachelkastje of zo. We gaan even de zithoek laten zien aan jullie. Oké, nou, de bank. Nou, een leuk bankstelletje. Ja. Met een tafeltje en een tv. Een lamp. Met uitzicht... Oh, we hebben ook een tv, ja. Op een grasveldje, of in ieder geval, ja, dit is gewoon het bos. Een terras zit erbij, want het is studio met terras. Nee, daar hebben we nu niks aan, alles is nat. Ja, en wat super bijzonder is, is dat hier nog gewoon een voerbak zit. En hier stonden vroeger de paarden, want dit is ook een boerderij geweest. Nadat het een hangar was. Ja. Tenminste, zo begrijp ik het nu. Ja. Was eerst een hangar, toen een boerderij en nu is het een B&B. Ja. En ja, dat is gewoon in originele staat gebleven. Dit is ook nog een stukje voerbak. Ja, mega leuk. En daar hebben ze eigenlijk een soort van keukentje voor gezet. Hier heb je nog zo'n waterbak. Als je hier tegenaan drukt, dan komt er water. En wat hebben we hier? Nou, ook een inductieplaatje. En een magnetronnetje, denk ik, of een oventje. Ik denk een oven, ja. Oh, je hebt ook borrelnoten. Ja, een koffiezetapparaatje. En die mevrouw die zei ook van, ja, alleen deze cupjes kunnen erin. Maar als jullie meer willen, dan moeten jullie dat gewoon zeggen. Ook heel makkelijk. Nou, en dan hebben we hier, kijk maar even. De badkamer. Kijk dan hoe gezellig. Ja, ik vind hem wel super leuk aangekleed. Ja, mega. Ook die kleuren en zo, deze tegeltjes. Ja, ik hou ervan. Kijk, dit is natuurlijk niet heel groot. Nee, maar wel voldoende. Ja, het is gewoon goed. Je kunt het ook nog afsluiten met de schuifdeur. Zo. Voor als je wat privacy wilt. Nou, hartstikke leuk dit. Voldoende handdoeken. Tissues. Ja, dit is geweldig. Echt heel leuk. Nou, we gaan wachten. Ja, we gaan het even gezellig maken. Ik ga even naar de wc. Heb je de wc al laten zien? Of hebben we die niet? We hebben geen wc. Nee, maar dit is ook wel leuk. Nu dat we met je ouders zijn, dan kun je hier ook gewoon 's avonds even gezellig zitten. En op een hotelkamer doe je dat ook niet zo heel snel. Dan staan er meestal ook maar 2 stoelen. Ja. Hier staat gezellig een bankje met een tv. Ja, dat is waar. Kijk, en deze ruiten hebben ze ook nog in originele staat gehouden. Ja, alleen die muren doen
dik. Ja, hebben ze er een ruit voor gedaan, omdat dit natuurlijk, ja, dit is niet geïsoleerd. Ja. Kijk, er zit gewoon een gat eronder. Mm-hmm. En hier zie je ook een beetje hoe dik de muren zijn inderdaad, want deze zijn dus 60 centimeter. Nou, dan hebben we hier de wc. Het is eigenlijk dezelfde stijl als de douche, ook met dezelfde tegels. Ja, nou ja, dit spreekt voor zich. Toilet. Wij kunnen natuurlijk heel hard praten hier, want hier zijn muren van 60 centimeter dik. Dus jouw ouders gaan ons echt niet horen nu. Maar de deur is geen 60 centimeter. De deur is wel heel dun. Nee, maar wij gaan het even gezellig maken hier, toch? Ja. Gezellig. Nou, mijn ouders zijn net aangekomen. Wij horen hun praten. We zitten natuurlijk heel toevallig ook nog tegenover elkaar. En ik hoor ze. Surprise! Gerald! Ik heb jullie nog niet gezien. Hij heeft vroeger niet gezien. Stinken jullie met ogen? Wat hebben jullie een mooie kamer? Wat jullie een mooie kamer? Want jullie zijn hier ook. Want jullie zijn hier ook. Prachtig. Ach, heerlijk. Nou, ik heb lekker gebadderd, gedoucht. En wij gaan even de auto ophalen, want die hadden we natuurlijk een beetje verstopt. En dan gaan wij lekker eten. Eten bij de Sterrenberg. Hotel de Sterrenberg. Ja, ik heb er zin in, want het is een viergangen diner, verrassingsmenu. Dus wij weten nog niet wat we gaan eten. Dus ik ben benieuwd. Nou, wij zouden net de deur uitgaan. Er stond er iemand voor de deur. Dat is een gast. En hallo, waar ben je? Oh, daar ben je! Wat is dit? Dit is een poes. Nou, oh, nou, hij voelt hem helemaal thuis. Kijk dan. Nou, dit is weer iets voor ons. Hey, kom je even buurten? Wat gezellig. Oh, hij knort helemaal. Hij vindt het hier super. Oh, wat lief. Nou. Nee, maar ik doe die deur open. Gewoon twee en hij stond gelijk al in het... Ja, appartement. Nou. Nou, wat moet je nou mee? Nou, kom. Hoe zullen we hem noemen? Hoe zullen we hem noemen? Kom, Dotje. Kom. Trui. Kom, Trui. Truitje, kom dan. Kom maar. Ja, kom maar. Oh, hij vindt het leuk. Nou, kom maar. Nou, mijn moeder die kwam hier net even. En die zei dus... dat het ook al in het gastenboek stond. Dus de poes komt buurten bij je. Nou, dit is toch super lief. Ja. Nou, kom Trui, we gaan weg. Truitje. Ik wil naar bed. Ik ook. Oh. Ik ben moe. We hebben net nog even een lekker theetje gedronken hier. Ja. Ik zit zo vol als een ei. We hebben echt heel veel gegeten. Of in ieder geval vijf gangen. Ja, vijf gangen. We kregen nog een gang extra. Of niet, die kregen we niet, maar... Die konden je erbij nemen. Ja, dat was haas. Dus we dachten, nou, dat nemen we erbij. Ja. Maar gek genoeg zit ik niet vol of zo. Ik zit echt vol. Ik zit echt als een ei. We hebben pas geleden ergens gegeten. Toen hadden we drie gangen. En toen zat ik echt
echt vol. Ja, dat heb ik nu niet. Maar ja, dit zijn ook wat kleinere gerechten. Ja, dat is waar. Maar dat was echt, nou ja, jullie hebben het gezien. Ja, het was gewoon... Nee. Was schaam. Echt lekker. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd hoe dat bed slaapt hier. Ja, ik ook. En morgenochtend, dan ga ik natuurlijk eventjes kijken hier op dat grasveld. Want de eigenaresse had tegen Nelly Rouders gezegd dat de kans heel groot is dat hier wild op dit veldje rondloopt. Dus dat ga ik morgenochtend als eerste doen, natuurlijk. En wat ik ook heel grappig vond, is wij hebben natuurlijk al iets gedeeld op Instagram van deze kamer. En heel veel mensen die betrekken dan ook gelijk de caravan erbij natuurlijk. Want jullie zijn allemaal gewend dat wij eigenlijk alleen maar met de caravan weggaan. Ja. Dus die kregen we reacties van, wat is de caravan veranderd? Of, toch heel wat anders dan de caravan, luxer natuurlijk. Ja. Maar ja, dit heeft natuurlijk ook weer iets. En ja, vooral in de winter plannen wij voornamelijk dit soort uitjes. In de zomer gaan wij eigenlijk nooit naar een hotel. Nu niet meer. Omdat we dus nu de caravan hebben. Dus alle vrije dagen die we hebben, besteden we het liefst in de caravan. Ja, kamperen toch het allerleukst. Ja, dat is het allerleukst. Maar dit vinden we ook maar dit heel leuk. Zo af en toe is dit ook gewoon heel leuk, vind ik. Nou ja, en dit doen we nu voor het eerst. Ja. Nou, ik ga me omkleden en dan gaan we lekker slapen. Goedemorgen, wij zijn wakker en gedoucht en aangekleed, zoals jullie zien. Nelly is nog eventjes haar ogen aan het opmaken. Nou, ik heb geen make-up remover. Geen make-up remover? Ja. Wij schoten rond 8 uur pas wakker en wij hebben om 8:30 afgesproken bij het ontbijt. En om 8:00 kijk ik op mijn telefoon. Ik werd eigenlijk spontaan wakker. En ik zeg tegen Nel, het is 8:00. Nou, vanaf toen was het gewoon één groot sneltrein natuurlijk. Dus we hebben het gehaald, want het is nu 8:55. We hebben nog tijd over, inderdaad. Maar het was even een stressmomentje, want ik had de wekker, tenminste dat dacht ik. Ik had de wekker om 7:15 gezet. Achteraf gezien heb ik dat helemaal niet gedaan. Maar gisteravond leek het alsof ik de wekker op 7:15 zette. Ze heeft ook een paar wijntjes gehad. En ik dacht nog, het kan misgaan. Zou dat het zijn geweest? Ja, ik heb het gedacht. Ik wist dat het misging. Nou ja, het is dus misgegaan. Ik zet eigenlijk ook nooit wekkers. Of ik zet ze wel, maar Nel zet ze ook altijd. En dan, ja... Eigenlijk regel jij dit altijd, ja. Maar nu moest ik het regelen. Nou ja, dan krijg ik dus dit. Een stuk of 10. Jij 1. Wij gaan even buiten kijken hoe het er is. Het zou een grijze, grauwe dag worden. En het regent ook nog. Oh, en ik heb gisteravond ook nog tegen jullie zitten vertellen van ik ga morgenochtend op het veld kijken en blablabla. Nou, mevrouw lag op 1. Ik was niet wakker te krijgen. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo goed geslapen, jammer genoeg. Ja, tegen de ochtend, toen heb ik lekker geslapen. Maar ik ben afgelopen nacht heel vaak wakker geweest. Dat kwam eigenlijk door het kussen, want het kussen was te hoog. Waardoor ik dus zo lig en dan krijg ik last van mijn nek. Dat heb ik ook gevoeld. Maar ja, door zo'n drukke nacht val je dus eigenlijk tegen de ochtend in slaap. En dan slaap je eigenlijk, ja... Slaap je wel goed, alleen iets te laat. We gaan even kijken bij de ouders van Nelly. Wat die aan het doen zijn. Ja, ik zie Nelly haar moeder lopen. Ja. Zo. Lekker. Croissantjes, verse jus. Fruit. Genoeg broodkeuze. Lekker. Jij neemt het croissantje? Ja. Lekker hoor. Oh, ik neem ook een lekker croissantje. Jullie komen uit Urk, toch? Ja. Ja. Wel hier vroege jongens uit, die zaten in Dront op de landbouwschool. Ja. Die kwamen hier stage lopen bij ons. Oh, okay. Oh, wat leuk. Ja. En dan, wij wilden altijd heel graag uit Urk mensen, want toen gingen wij ze wegbrengen na 6 weken, terug naar de ouders. Oh ja. Waren natuurlijk jong, die zaten hier intern.
kregen wij altijd een hele lading verse vis. Oh ja, ja. Ja. Nu snap ik hem. Tongetjes. Tongetjes, ja. Hele lekkere tongetjes. Nou, die zijn er nu niet meer hoor. Nee, ja. Tenminste, zijn heel weinig. Zijn er wel. Heel weinig. Dat is anders. Ja, ik heb het over, even kijken hoor, waren we jong, eind jaren 80. Toen had je alles toch? Er zijn nu zoveel toppers weg. Ja? Ja, sowieso niet. Ja. Maar hier verdwijnen de boerderijen ook. Ja. Kijk maar naar ons. De huiskat is weer op visite en wij hebben hem even wat lekkers gegeven. Kijk even. En hier een mooie trui aan. Nou, dit lust hij ook wel. Ja. Huppie. Zijn naam is trouwens Baloo. Baloo. Wij dachten van, wij geven hem zelf een naam, trui. Maar hij heet dus Baloo. En dat heeft de eigenaresse net verteld. Maar hij kwam weer even gezellig buurten bij ons. Dus superleuk dit, toch? Ja. Weet niet of de eigenaresse dit zo leuk vindt. Dat hij nu melk krijgt, maar... Ja, hij is op visite bij ons, dus eigenlijk... Ja. No. Ja. En wij de baas. En wij verzorgen onze visite altijd goed. Hè? Ja, je kan nu van de grond eten. Ja. Nou, ons verblijf zit er weer op. We hebben de tas gepakt... Hier ligt nog de sleutel. En dan zeggen wij adieu tegen het mooie appartement. Nog één keer eventjes genieten van dit uitzicht. En wie loopt daar? Baloo. Baloo hoort erbij. Wij hebben eventjes iets achtergelaten in het gastenboek. Het was werkelijk waar fantastisch. Ja, ik heb het echt leuk gehad hier. Mooie kamer, lieve mensen, prachtige omgeving. Super. Oké, wij hebben uitgecheckt. Dus dat is geregeld. En de drankjes, trouwens, Nel, die kregen we erbij. Ja. Dat is gewoon van het huis. Nou, dan... Dat heeft die vrouw uitgelegd. Oh. Ja, dat heb ik niet zo begrepen. Nou, dan gaan wij nu naar... een museum met de ouders van Nelly. En dan gaan wij naar Airborne in Oosterbeek. Het museum is ook echt heel dichtbij. Het is op 10 kilometer afstand. Dus dat valt reuze mee. En ik denk zomaar dat jouw vader dit wel heel leuk vindt. Ja. Ik ga eigenlijk vrij weinig naar musea toe, museums. Het is misschien wel eens goed om naartoe te gaan. Het is misschien inderdaad. Ja. Misschien wel eens leerzaam en ook wel eens goed om je te verdiepen in de, ja, in de geschiedenis van Nederland ook. Dus ja. En misschien weet jouw vader er ook wel iets meer van af. Want ik denk als wij met z'n tweetjes hier naartoe gaan, dan ja, kijk je daar een beetje rond. En dan, nou ja, dan leert je er misschien ook niet zo heel veel van. Omdat je er zelf ook niet zoveel van weet. Maar ja, ik vond het leuk. En die eigenaar, want ja. Ik zei van misschien komen we nog een keer terug voor die lodges. Want dat lijkt ons echt superleuk. Ja. En die eigenaar die zei van we zijn nu bezig met nieuwe lodges neerzetten. Een plan ervoor maken. En er komt dan ook een restaurantje bij. Ja. Dat zei je net. Dus... Ja, dat zei die vrouw ook vanmorgen bij het ontbijt. Ja. Komt een restaurant in de midden of zo. Ja, dus dat wordt ook misschien wel een soort van vakantieparkje of zo. Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, we starten in het museum. We hebben een plattegrond meegekregen. Hele uitleg. En een ding, dat speelt een podcast af. Ja. Ik weet niet, we gaan het wel zien.
wij zitten weer in de auto naar Museum Airborne. En wij zijn nu onderweg naar Kasteel Doorwerth. En dan gaan we even wat lunchen, denk ik. En het museum is heel erg indrukwekkend. Ik vond het, vooral het laatste stuk, vond ik heel heftig. Ja, op de onderste etage, zeg maar, op de onderste verdieping, daar had je een airborne experience. En dan krijg je echt het gevoel mee van de oorlog. Ja, dat je door de oorlog, dat je er doorheen loopt. Je moet er doorheen. Ja. Eerst stap je in een vliegtuig en zo. Ja, heel. Ja, dat kan dus ook best wel heftig zijn voor sommige personen. Ja. Maar ja, ik vond het wel indrukwekkend ook. Maar... Ja. Nou ja, je hoort bijvoorbeeld een kindje, je hoort een kat miauwen. Het is echt. En dan bommen. Het wordt nagebootst natuurlijk. Maar heel heftig. Ja, en ik vond het ook wel ingewikkeld. Ja, het is wel heel veel informatie krijg je er. Ik snap het ook niet alles. Maar ja. Veel luisteren ook. Want je krijgt zo'n apparaatje om en dan moet je er dan voor houden. En dan kan je de hele tijd een podcast luisteren. Maar ja, we gaan nu eventjes naar Kasteel Doorwerth. Gewoon even een andere omgeving. Even iets leuks. En ja, misschien even soepje eten of zo. Ik weet niet. Ja, ik zit eigenlijk nog vol van het ontbijt. Maar we gaan hier even wat eten. Nou, we zijn er. Welkom op Kasteel Doorwerth. Super mooi hier en ook lekker rustig. Want we zijn hier al eens eerder geweest en toen was het er eigenlijk best wel druk. Konden we ook niet parkeren. Nou, dat kon nu makkelijk. Het is natuurlijk een doordeweekse dag, dus dan is het wat rustiger. En Nelly en haar ouders lopen al een klein beetje vooruit. En we gaan, als het goed is, eventjes lunchen in het kasteel. Ja, het ziet er super mooi uit hier. Echt een plaatje dit. En om bij het kasteel te komen moet je eerst over een brug. Wauw. Prachtig hier. Ja, dit hebben we dus de vorige keer ook al vastgelegd. Maar voor degenen die dat niet hebben gezien, is dat natuurlijk niet erg. Want ja, dan zien jullie het nu ook voor de eerste keer op de vlog. Kasteelcafé. Oh, oké. Okay. Ja? Ja, dat klinkt heel goed in de oren. Soepjes en broodjes. Oh, wat lekker. Ja. Ik zit als een ei nog. Maar ja, we gaan toch maar even wat lunchen. Even iets kleins. Ja, we hebben natuurlijk best een zwaar ontbijt gehad. Ja. Je moeder die zei net, ik kan het nog steeds aanraken. Nee. maar het klinkt klein. Kijk. Broodjes en soepjes. Ja. Dus. Ja, want in grote kastelen eten wij kleine soepjes en kleine broodjes. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Come in, we are open. Hello. Oh, wat leuk. Zelfgemaakt taart. Chunky, karamel en lemon curd. En we zijn weer terug bij huis, helaas. En al wat leuke komt een eind. Ja, en, het was zeker een geslaagde overnachting. Ja, het was echt heel leuk. Ja. Ik heb echt genoten en ja, zo spontaan, maar zo leuk. Ja, zo spontaan zijn we ook nog niet weg geweest. Nee. Een half uur van tevoren boeken en weg. Inderdaad. Nou, en je ouders vonden volgens mij ook heel leuk. En wij hebben het ook gezellig gehad, dus dat, ja... was gewoon een geslaagde actie. Ja, dat is echt heel leuk. Nou, we willen jullie bedanken voor het kijken. En doe een duimpje omhoog als jullie dit ook leuk vonden. Want het was natuurlijk geen kampeervlog. Ja. En misschien hebben jullie ook wel op de achtergrond vaak gepraat, gehoord natuurlijk. Want de ouders van Nelly waren mee. Maar ja, dat is Urkers. Dus ja, het vinden de kijkers, krijgen jullie daar ook iets van mee, toch? Ja. Ja. Nou, we gaan afsluiten. Ja, bedankt voor het kijken.